Goedemiddag, we zijn hier vandaag bij het wijkcentrum Driesprong in Voorburg, waar een koopproject aan de gang is van Stichting DISC Jongerenwerk. Wij gaan hier zo naar binnen op zoek naar degene die dit georganiseerd heeft. Vandaag is het maandag, wat eten we vandaag? Op maandag boontjes, dat lusten we zo graag. Op maandag boontjes, dat lusten we zo graag. Vandaag is het dinsdag, wat eten we vandaag? Op dinsdag spaghetti, dat lusten we zo graag. Op maandag boontjes, dat lusten we zo graag. Vandaag is het woensdag, wat eten we vandaag? Op woensdag soep, want dat lusten we zo graag. Wij staan hier in de keuken van wijkcentrum De Driesprong met de jongerenwerker die dit heeft georganiseerd. Kunt u je voorstellen? Ik ben Anne-Rane Tjiloki van het jongerenwerk Stichting DISC. En wat doet u hier? We zijn vandaag bezig met een kookactiviteit. Het heet Jong Kookt Voor puntje, puntje, puntje. En hoezo puntje, puntje, puntje? Zodat wij het altijd kunnen invullen. Want de ene keer zitten we daar, en de andere keer zitten we daar. En vandaag is het dus hier zo, in het wijkcentrum. Maar zoals dat ik heb gehoord is het meestal oud, dus oudere mensen. Dus is het dan niet makkelijker om jong gekookt voor oud te doen? Nee. Want we hebben de vorige keer, dat was ook denk ik weer anderhalf jaar terug, hebben wij gekookt in een ouderentehuis in Schoorwijk. Dan is het wel gepast om oud te zeggen, maar soms, dat is gewoon niet echt aardig. Weet je, er zijn hier ook wijkbewoners en het is gewoon niet leuk om te zeggen jong kookt voor oud. Bewust gewoon de locatie, want het klinkt ook veel leuker. Weet je, jong kookt voor wijkcentrum, de Driesprong, jong kookt voor oude thuis, Schoorwijk, jong kookt voor oude thuis, de Zonneruiter. Dat klinkt gewoon wat leuker, gewoon oud. Mensen vinden het niet leuk om oud genoemd te worden, ongeacht hoe oud je bent. Is alles in huis en wat het voor huis? Dan zijn we klaar voor de start. Met de juiste ingrediënten, een beetje goede raad. En wat hebben jullie vandaag hier zo al gekookt dan? Nou, zoals je ziet hebben we een lekkere rammelgebonden crème tomatensoep met balletjes. Verse groentesoep met verse groenten en gehaktballetjes. Maar we hebben ook van beide soepen een vegetarische versie. Oké. En hoeveel jongeren hebben hier meegeholpen? Ik denk toch een stuk of acht. Acht jongeren? Ja. En die hebben alles zelf gekookt? Die hebben, oh, tien hoor ik hier, mijn collega staat te wijven. Tien jongeren hebben hier meegeholpen. Het leuke hiervan is, het zijn jongeren die hier in de buurt, in de wijk wonen. Dus ze hebben eigenlijk gewoon voor de wijkbewoners gekookt uit eigen wijk. Dat is een beetje de bedoeling geweest. Deze meneer, of met mij, of met Danny, een groepje met Danny mee, een groepje met Ron mee, een groepje met mij mee, een groepje met Erika mee en een groepje met Eva mee. Dan gaan we aan tafel zitten en dan gaan we even een praatje maken en dan gaan we meteen de bestemming opnemen. Eén van jullie uit de groep, biertje, pennetje, gaan we even kijken of we dat kunnen. Is alles in huis en brandt het voor huis, dan zijn we klaar voor de start. Met de juiste ingrediënten, een beetje goede raad. Een handje vrienden, een lepel liefde, heb je heel snel resultaat. Het lekker kokenlied, het lekker kokenlied. En we koken met elkaar, iets leukers is er niet. Het lekker kokenlied, het lekker kokenlied. Samen kokerellen is altijd een feest. Koken vergt een heleboel fantasie. Jazeker, je hebt een lekker recept, maar het blijft gewoon deel magie. Probeer van alles te proberen, wat met een dosis lekt. Een beetje dit, een beetje dat, is iedereen een chef. Het lekker kokenlied, het lekker kokenlied.
en doen we als het buiten regent dat het giet. Het lekker kokkelies, het lekker kokkelies. Samen kokkerellen is altijd een feest. Het lekker kokkelies, het lekker kokkelies. Oh, en wij zijn één voor één, een echte keukenvies. Het lekker kokkelies, het lekker kokkelies. Samen kokkerellen is, samen kokkerellen is. Een berry tot beleven is er altijd geen. Meneer, wat vindt u ervan van het eten? Ik vind het geweldig. Het smaakte goed. Jullie hebben echt je best gedaan. Goed verzorgd. Zachte netjes uit. Alles mooie volgorde. Daar kunnen jullie echt genoeg vinden. Hoe vindt u van het eten? Ik vind het heerlijk. Vooral omdat het door kinderen gemaakt is. Wilt u dat kinderen... Wilt u goed dat de kinderen het goed vinden? Ik wil graag dat meer kinderen nog komen. Vooral met deze. Project, want ik vind dat dit project heel geslaagd is voor die oude mensen en zo. Wilt u dat die eten nog een keer wordt? Absoluut, en nog meer groot. Die oude mensen allemaal genieten van. En genieten ook voor kinderen dat jullie bezig zijn. En twee, hebben we zoveel verschillend als je denkt van de 2 minuten. Maar die 5 minuten of een uurtje werk, het is zo verschrikkelijk belangrijk voor die jeugd. Om A zijn bezig, B met elkaar en 3 C ook met oude mensen. Dit zijn de kinderen, iedereen heeft kleinkinderen, heeft dingen, dus het zijn de kinderen die op elkaar lopen. Nee, ik wil graag dat er nog liefde 2 keer geweest is.